Gibby die gaat op met de stoel. Sinds maandag is de Nijmeegse Graafseweg weer open. 6 weken lang werd er gewerkt aan de weg en moest verkeer omrijden via de S100. Een week later dan gepland kunnen automobilisten, fietsers en bussen nu weer over de Graafseweg. Het aantal rijstroken is teruggebracht, maar er is ook een parallelweg aangelegd. Groener en leefbaarder, dat was het doel van de verbouwing. Maar tegenstanders vrezen dat er nu veel meer files zullen ontstaan. De verbouwing is nog niet helemaal klaar, maar de weg kan dus in ieder geval wel weer gebruikt worden.